Dag Thomas. Hey Emma. Jij hebt er een keizot jaar op zitten, vertel eens. Ja, dat klopt. Ik heb het afgelopen jaar toch wel iets een avontuurtje erop zitten. De afgelopen 11 maanden ben ik eigenlijk de strijd aangegaan met mijn zwaarlijvigheid, mijn overgewicht. En op die 11 maanden tijd ben ik nu 60 kilo afgevallen. Dus dat is toch wel redelijk wat. Zot, op 11 maanden tijd. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Goh, eigenlijk, ik heb heel veel pogingen achter de rug. Waar dat altijd mis ging eigenlijk. Wat ik altijd op internet ging opzoeken van hoe valt je snel af? Ik denk een beetje gelijk als iedereen dat hetzelfde wil proberen. Maar ja, telkens kom je dan op dieet. Plannen die eigenlijk werken wel, maar qua volhouden, dan is dat zoiets van het gaat niet of zo. Of na een tijd heb je zoiets van het is genoeg. Hè, dit is niet wat ik wil, dit is niet het leven dat ik wil leven. En als ik dan ging opsommen van hier ga ik de mist in, begon ik te denken van hoe kan ik deze dingen eigenlijk gaan aanpakken en kan ik er een gezondere twist aan geven of gewoon gaan zien dat het eigenlijk niet meer uit de hand loopt. En heb ik eigenlijk brood verbannen uit mijn leven. Heel gek, maar het is mij wel gelukt. En 's morgens eet ik bijvoorbeeld havermout en 's middags yoghurt met granola of fruit. Zo van die dingen. Ik ben ook ineens van nul beginnen sporten. Echt van nul. Eigenlijk sporten in het begin kan ik niet sporten noemen. Het was eerder gewoon een beetje bewegen, maar toch om die lichaamsbeweging te hebben. Iets in mij zeker door te zetten. En ik ben super blij dat het mij gelukt is ook. Welke veranderingen heb je allemaal ervaren? Alles begint vanzelf te gaan of zo een beetje. Want er waren dingen bijvoorbeeld ook als vroeg opstaan. Dat was niet een van mijn specialiteiten. Dat is eigenlijk even als eerste heel hard gingen opvallen. Ineens kon ik wel uit mijn bed, heel snel. Alles ging gewoon vlotter. Eigenlijk dat vooral. En qua lichamelijk, het is, vanaf dat je resultaat begint te zien, geeft dat ook weer een boost mentaal van je moet ervoor gaan. Wat is de reden waarom dat je het hebt gedaan? Vind je het belangrijk? Vind je je uiterlijk belangrijk? Of hoe dat je overkomt bij andere mensen? Of was je onzeker? Zat je niet goed in je vel? Weet je, dat is eigenlijk begonnen toen ik naar het middelbaar begon te gaan. Ik ben zelf 1,98 meter, dus dat is toch wel tamelijk groot. En ik was dan ook wat breder. Hè. Ik was dik. Ik woog 156 kilo. En eigenlijk begin ik al heel snel dan te vergelijken met anderen die dan bijvoorbeeld in mijn ogen normaal waren. Wat heel fout is eigenlijk, want iedereen is normaal natuurlijk. Maar begon ik te vergelijken met anderen en worden onzeker. En dat heeft mij dan toch wel in een redelijke diepe put geduwd. En dan met als gevolg dat ik heel vaak ging proberen diëten, maar dat lukte me dan niet. En kwam ik ook op een punt dat ik eigenlijk een maagoperatie wou overwegen. Maar daar waren ze thuis niet zo'n fan van, waren ze geen voorstander van. Heel vaak ruzie over gehad. Maar achteraf gezien waren die ruzies het wel waard, want ik ben eigenlijk wel super blij dat mijn ouders mij hebben tegengehouden en dat ik het toch op mijn eigen heb kunnen doen uiteindelijk. Hoe ga je dat proberen volhouden? Wil je nog meer afvallen of? Afvallen wil ik zeker niet meer doen, want ik ben in mijn Ja. ogen Het dik. is genoeg. Het is zeker genoeg, maar gelijk als het volhouden. Eigenlijk is het gewoon heel hard routine opbouwen en ik zeg het, een levensstijl van maken, niet je eigen verplichten of zo. Gewoon ook zorgen dat het leuk blijft voor je eigen, want dan wordt het ook al veel makkelijker om vol te houden, naar mijn mening.